Ik ben ook wel eens op de televisie geweest. Een paar keer. Maar nou vragen ze me niet meer. Ach, ik had ruzie gemaakt. Dat kwam door zo'n studio. Dat was me daar een troep, zeg. Die hele vloer lag daar bezaaid met van die slangen. Bij elke stap lag je langer over de grond. Dus toen werd ik kwaad. En ik zeg, zijn jullie helemaal besodemieterd? Als jullie niet gauw zorgen dat die troep hier opgeruimd wordt, dan zet ik geen poot meer in deze studio. Ik ben geen hordeloopster. Ik kom hier om te acteren. Wel, nee, vergeet het maar. Ze stonden allemaal maar zo'n beetje stom te lachen. En niemand stak een poot uit. Ach, het zijn allemaal ambtenaren bij de televisie. Geef mij het theater maar. Ja, had ik mijn eigen theater nog maar. Nee, dat was ook na de bevrijding. Piet was namelijk een paar dagen naar Parijs geweest. Daar had hij gehoord dat een boel beroemde actrices hun eigen theater hadden. Dus toen hij terugkwam, zei hij, Fien, jij moet ook een eigen theater hebben. Ik zeg, goed hoor jongen, huur jij de stad Schouwburg maar. Nee, hij wilde speciaal voor mij een theater bouwen. Hij kon van de gemeente een of andere bouwval huren in de Marnixstraat. En daar moest dan mijn theater komen. 1,5, 2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 8,5, 9,5. Tot daar is het 9,5, Piet. Nee, dat is mooi. En tot daar? 1,5, 2, 3, 4, nou, zeg een metertje of 5. Nee, dat is gek. Volgens mijn tekening moet daar een muurtje staan. Wacht eens. Ja hoor. Oh, maar die muur hebben ze gesloopt. Kijk maar, je kunt nog zien hoe die gelopen heeft. En die muur kan er ook uit. Ja hoor. Maar er komt wel je plafond naar beneden. Ja, dat is goed uit plafond. Dat moet er toch uit. Je hebt hoogte nodig. Voor een theater heb je hoogte nodig. Godsamme Piet. Wat hebben die moffen er een puinhoop van gemaakt? Ja, dat hebben die moffen niet gedaan. Dat heeft het verzet gedaan. Oh, dan is het goed. Het was vroeger een school en in de oorlog hebben die Duitsers hem ingepikt. De rotzakken. En toen heeft die verzetsgroep de zaak opgeblazen. Ja, prima werk, schat meteen bij het slopen. Ja. Zeg meneer Grosso, die hele elektriciteitstroep moet er ook uit, al die leidingen, dat is allemaal verrot. Ja, dat is goed. Hé, hey, meneer Grosso, dit was de vroeg van een school, hè? Ja, voor de oorlog. Ja, zie je nou wel. Mijn neef heb hier nog op school gezeten. Oh. Nou, heb je neef er een mooie puin ook van gemaakt. Ah, dan ga jij even kijken. Hè? Dit muurtje gaat eruit. Komt een dubbele steunbalk. Ja, okay. Ja. Die vrouw staat erin. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Fien, we zitten hier. We zitten boven. Hoe kom ik dan? Via de trap natuurlijk. Op maar gewoon de trap op. Ga jij mijn vrouw even helpen. Mag ik kijken of die trap ooit op kan komen? Is hier een troep. Dit stukje gaat dus. Dit blijft behouden. Ja. En dan komt hier het toneel en daaronder de kleedkamers. Ja. Nou, dan moeten die artiesten wel op hun knieën kruipen. Het staat amper een meter tot het plafond. Nee, dat toneel dat gaat een meter omhoog en dat win je dan bij de kleedkamer. Hallo. Ja. Hallo. 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 Zeg Piet, moet het publiek straks ook zo binnenkomen? Ja, Piet, de mensen moeten er wat voor over. Zeg, luister eens even. Dat beeldje aan die gevel, dat is toch voor die mensen die hier gefusilleerd zijn? Ja, dat is van die verzetsgroep die de zaak heeft opgeblazen hier. Ja, maar is dat nou niet een beetje raar? Zo'n monument van een theater. Ja. Brengt dat nou geen ongeluk? Onzin, is allemaal bijgeloof. Nou, ik ben helemaal niet zo bijgelovig, maar ik loop toch niet graag onder een ladder door. Vind die jongens zijn gevallen voor onze vrijheid. Ach ja, je hebt ook eigenlijk geluk. Misschien brengt het ook wel geluk. Pas op, mevrouw. Pas op. Er zit hier een heel groot gat in de grond. Oh, wat leuk zeg. Jullie hebben al een souffleurshokje gemaakt. Nou, wat vind je ervan, Piet? Ik vind het geweldig, jongens. Grandioos, hè? Oh, en vooral dat gat daar in die muur vind ik reuze handig. Kunnen we zo naar de stad Schouwburg kijken? Weet welke avond precies hoeveel publiek zij hebben? Of zij kunnen zien hoeveel er bij jou zit. En daar zullen ze nog raar van staan te kijken. Waar komt het toneel, jongens? Dat komt hier. Oh, wat leuk. Wat zal ik eens voor jullie zingen? Ik wil gelukkig zijn, mevrouw. Ja, kind. Dat willen we allemaal. Nou, mevrouw. Wat doen we?
Gaan we bouwen? Jazeker. En een beetje vlug graag, hè? Wanneer kan het klaar zijn? Zal toch gauw een maandje mee heen gaan, denk ik? Nou, zeg maar gewoon een paar maandjes, Joop. Ja, hoor eens. Ik was niet vlugger, kan ga ik zo met een andere bouwer in zee. Ga je, Piet? Dus dit wordt Hans Theater, Piet. Zie je het zitten, Fien? Ja, Piet. Ik zie het. Ik zie het voor me, Piet. De schijnwerpers gaan aan. Het voorgordijn gaat open en ik zie de mensen staan. Ze staan voor mij alleen. Ze moeten staan, zul je bedoelen. Ze kunnen niet gaan zitten, Fien. We hebben nog geen stoelen. Hoe noemen we het, Piet? Heb jij soms een idee? Ja, ik heb zitten peinzen en het viel me nogal mee. Ik dacht, als ik die kwestie nou eens rationeel benader. Theater, de Laval. Oh, leuk, dan heet het naar mijn vader. Een theater. We bouwen een theater. Het wordt een chic theater. Een magnifiek theater. Ons eigen theater. We krijgen een theater. Het theater. De kassa, een foyer. Een baan, een brede trap. Dat is een prima plaats voor een schilderij van Tap. Nee, dat moet in de hal. De mensen moeten naar hem opzien. Ik hang het in de dames en daar sluit ik je dan op, Fien. Wat ga je brengen, Fien? Toneel en cabaret. Alleen de grote namen van mijn kwet tot bleke wet. En ik wil Goethe doen, ik wil in Schiller triomferen. Als jij nou Goethe doet, zal ik in Schiller wel trakteren. Een theater. We bouwen een theater. Een specifiek theater. Voor het klassiek theater. Ons eigen theater. We krijgen een theater. Het theater. Theater. Het was niet groot, zo'n 300 plaatsen. Maar het was wel het mooiste theater van Amsterdam. Het de Lamar Theater. Dat stond ook op de gevel. Als je vanaf het Leidseplein aankwam lopen, dan zag je het al vanuit de verte. Niet dat het geholpen heeft, want gelopen heeft het nooit. Maar het was toch een leuk gezicht. Mijn eigen bonbonnière. O ja, het was wel eens vol. Op de openingsavond, vol met genodigden, want die zaten voor niks. Maar het was een mooie opening. We hadden een speciaal programma gemaakt. En ik had daarin een prachtig lied. De drie actrices. Het is première en de opkomst is massaal. De kristallen luchters branden in de feestelijke zaal. Maar ergens onderachter is een ruimte afgeschot. En daar is van de lampen de grootste helft kapot. Daar hangen oude foto's. Niemand weet precies van wie. En de spiegels zijn gebarsten. Alle drie. Want daar zitten drie actrices. Ze kijken elkaar aan. En ze wachten tot het doek zal opengaan. Ik hoor de mensen praten. Wat loopt het zalig vol? Ik heb vanavond voor het eerst een beetje grote rol. Als je aan toneel wilt en als je jong begint, dan mag je jarenlang alleen maar op als oudste kind. Maar poeh, ik ben nu 20. Ik kan met goed fatsoen geen kind meer zijn. Kijk zelf maar. Hoe zou ik dat moeten doen? Wat vind je van dit jurkje? Oh, ik vind het beeldig staan.
Mijn haar zit goed. Ik zet alleen mijn lippen nog wat aan. Mijn tekst is nogal moeilijk. En het is een hele lap. Nou, en ik kan niet zeggen dat ik er erg veel van snap. Maar oh, wat ben ik toch nerveus. Ik hoop zo dat ik me niet vergis. Wat zal ik blij zijn als het doek gevallen is. Ik hoor de mensen praten. Veel mannen zijn erbij. Tja, meisje, jij begint pas. Voor mij staan ze in de rij. Het stuk is niet geweldig. Te lang naar mijn gevoel en de regie. Een misser. Maar ach, ik doe het wel op zwoel. En dan die laatste scène. Als ik dat gif opdrink en kronkelend ga sterven. Ik wens om een pink. Maar meisje, als jij opkomt met het glas en die karaf, ga niet zo voor mijn neus staan, hè? Want dan dek je me zo af. Er komen veel bloemen, schijnt, en flessen, rode wijn. Van wie? Van mijn aanbidders. Tja, en hoeveel dat er zijn. Ze komen straks naar achter. Oh, dat wordt een belevenis. Wat zal ik blij zijn als het doek gevallen is. Ik hoor de mensen praten. Waar zou het over gaan? Nee, nee, niet over mij. Ik heb zo lang niet meegedaan. Ik ben weer opgedrommeld. Alleen voor dit seizoen, omdat ze niemand hebben die de moederrol wou doen. Tja, meisje, zo gaat het. Daar zit ik met mijn schort. Ooit had ik net zo'n jurkje aan. Al was het niet zo kort. En in mijn grote tijd, ik was wat slanker, schat, dan jij. Heb ik jouw rol gespeeld en, ach, laat ook maar, dat is voorbij. Het loopt behoorlijk vol en dat is een zekerheid. Want dan gaat het om je geld en als het even kan, op tijd. Het wordt waarschijnlijk drukker dan op een begrafenis. Wat zal ik blij zijn als het doek gevallen is. Het is première en de opkomst is massaal. De kristallenluchters branden in de feestelijke zaal. Maar ergens onderachter is een ruimte afgeschot. En daar is van de lampen de grootste helft kapot. Daar hangen oude foto's. Niemand weet precies van wie. En de spiegels zijn gebarsten. Alle drie. Want daar zitten drie actrices. Ze kijken elkaar aan en ze wachten. Wachten. Tot het doek zal open gaan. Wat? Wie zegt dat? Wie durft dat te beweren over mijn theater? Je hoeft niet bang te zijn, hoor jongen. Want ik zal dat stuk Vullers met geen vinger aanraken. Wat? Die nietskunner, dat dilettantje dat in mijn theater niet eerst de play mocht schoonhouden, durft niet te beweren dat wij geen goede programma's brachten? Als ik dat vieze mannetje ooit nog eens tegenkom, dan zal ik hem zo'n pak slaag geven dat hij zijn mond nooit meer open durft te doen. Maar jij bent toch vaak geweest? Jij hebt ze toch allemaal gezien? Die cabaretprogramma's en die toneelstukken. En dan die Grand Guignol-stukken, die waren toch prachtig? Dat was nog nooit vertoond in Nederland. Met al dat bloed en met die fantastische griezeleffecten. Het publiek zat iedere avond te rillen in de zaal. Heb je dat nog gezien? Dat stuk waarin ik die verpleegster speelde. Ja, en als ik dan afkwam met al dat bloed over mijn gezicht en het oog dat op mijn wang bungelde, dan schrok iedereen zich lam. Ze waren als de dood voor me. Nou ja, dat waren ze toch wel. O ja, al mijn collega's waren bang voor me. Ach, ik was een vreemde directrice.
En dat ging niet goed met mijn theater. Hoeveel zit er vandaag? Zit er wat? Publiek? Oh, publiek. Nou, hoeveel publiek zit er in de zaal? Nu is een man of 50. 50 maar? Nou ja, kleine 50. Ja, je bedoelt een stuk of 40? Niet helemaal. 30 dus? Dikke 20, denk ik. 25? 21 om precies te zijn. 21 man in de zaal. Dat is toch niet de moeite? Wat zei je? 21? Zitten er maar 21? Ja. Oh, en moeten we daarvoor spelen? Ja, er zit niks anders op. Leuke avond. Stond er nog wat bij de kassa? Geen hond. Hey, hoe komt dat toch? Waarom loopt het toch zo rond? Ja, februari, hè? Wat februari? Nou ja, februari is altijd een slechte maand. Het is nou maart. Maart? Maart is helemaal een slechte maand. Ach. Hallo. Wat? Weet je hoeveel er zit er vanavond? Ja, 21. Ik hoor het net van de kassa. Nou, maar daar kunnen we toch niet voor spelen? Is het mooie weer, hè? Nee, dan komen ze juist. Als het regent, dan blijven ze weg. Nee, als het vriest. Of sneeuwt. Ja, dan komen ze niet. Zeg, wat voor vandaag, dag is het vandaag? Dinsdag. Dacht ik het niet. Dinsdag is altijd een slechte dag. Ja. Wat is er op de radio vanavond? Bonte dinsdagavondtrein. Nou, zie je wel. Daar blijven ze voor thuis. Ja, bij het Leidseplein Theater staan ze in de rij. Nee, er is te veel concurrentie. En de mensen weten het niet. Ach, kom. Nou, toch, de hele stad hangt vol affiches. Nou, bij mijn straat hangt er geen één. Nee, weten jullie wat het is? Ja. Het is dit theater. De Lamar Theater. Op die theaterlust geen zegen. Niks loopt hier. De mensen willen hier gewoon niet heen. Zou je denken? Nee, dat weet ik zeker. Ja, moet je vier gaan vertellen. Ja, dan laat je alle hoeken van het theater zien. Is ze er dan? Ja. Waar is ze? In de kleedkamer. Hoe is het? Weet ik niet. Weet ze het al? Wat? Hoeveel er zijn? Ik denk het niet. Ga jij het dan vertellen? Voor geen goud. Jullie? Ik niet. Ik heb geen tijd. En ik moet me nog verkopen. Op de gaan we weer. Antje! Heb jij gehoord hoeveel er zitten vanavond? Nee. 21. Dat zal een leuke voorstelling worden. Ja, dat is een dolle voer. En weet je, daar is nog een vrijkaartje ook. Wat? Wie zit er op een vrijkaart? Godverdomme. Wie deelt er hier vrijkaartjes uit? Jij? Jij? Heb jij die flikkervriendjes soms van je uitgenodigd? Nee, Fien, ik heb wat mensen uitgenodigd. Ja, ze zitten tenminste wat in de zaal. Stuur ze maar weg. In mijn theater worden geen vrijkaartjes uitgedeeld. Hebben jullie dat goed begrepen? Als de mensen mij willen zien, dan zullen ze ervoor moeten betalen. Anders komen ze wel niet! Het is weer mis. Zoals zo vaak. Ze trekt wel bij. Dat help ik ook wel. Hou je stil. Je kunt er horen lopen. Als een tijger in, een tijger in, een tijger in een kooi. Als een tijger in een kooi. Gevaarlijk mooi. Kwaad. Het kan er weer is niks verdommen. Hou je stil. Je kunt er horen gommen. Als een tijger in, een tijger in, een tijger in een kooi. Als een tijger in een kooi. Gevaarlijk mooi. We'll be right back.
Is het weer goed? Is ze ontdooid? Is ze weer goed? Dat weet je nooit. Het is opeens zo stil daarbinnen. En verdrijft. Je kunt er horen spinnen. Als het erger is. Nee, nee. Nog ooit zo met de spullen. Hou je stil. Je kunt er horen brullen. Als een tijger in, een tijger in, een tijger in een kooi. Als een tijger in een kooi, als een tijger in een kooi. Als een tijger in een kooi, gevaarlijk mooi. Nee, mijn theater liep niet. In die mooie bonbonnière van mij kwam geen hond. Maar voor die pishoek van het Leidsepleintheater stonden ze elke avond in de rij. Nou ja, ik heb mijn best gedaan. Ik ben geen directrice. Ik ben maar een eenvoudige actrice. We hebben het theater toen moeten verkopen. En ik heb toen een paar jaar niet gewerkt, omdat Piet ernstig ziek was. Ik heb hem toen verzorgd. Fien als verpleegster. Ik vond het heerlijk om te doen. Dat was mijn liefste rol. Ja? Woehoe. Oh, ben jij het? En daar is zuster Fientje met de bloemen. Hè? Hoe gaat het met mijn grote patiënt? Gaat wel. Piet, nou ben je toch weer gaan rondlopen. Je moet onder die deken blijven zitten, dat weet je toch wel. Ik moest jou toch open doen? Ja, ik had mijn sleutels vergeten. Ja, die heb je in je hand. Oh, kijk nou eens wat dom van me. Dat komt door die bloemen. Kijk eens even, die is niet prachtig. Die heb ik op de kwekerij gekregen. Oh, het zijn toch zulke lieve schatten die kweken. Ja, heel mooi. Piet, let eens even goed op. Dit is delphinium. Nee, dit is delphinium. Dit is solidago hybridia. Dit is achillea filipendulina. En dit is een krop sla. Wie het gezellig gaat met je kwekers. Oh ja, we hebben de hele middag zo heerlijk zitten babbelen. Ze vroegen nog hoe het met jou ging. En, wat heb je gezegd? Dat je wat vooruit ging? Je moet niet liegen. Wat had ik dan moeten zeggen, Piet? Dat het slecht met je gaat. Omdat jij je pillen niet inneemt. Je hoeft helemaal niks te zeggen. Ze hebben er niks mee te maken. Hé, Piet. Doe nou niet zo chagrijnig, hè? Het zijn zulke lieve mannetjes. En ze bedoelen het zo goed. Weet je, die ene ouwe, ome Kees, die heeft Fientje vanmiddag geleerd hoe ze rozen moet snoeien. Nou, had jij dat van Fien gedacht? Heel goed hoor. Maar wij hebben geen rozen. Dan nemen we toch een volkstuintje? Zetten we daar rozen in? Dat kan toch? Zet maar een roos op een graf. Kan je die snoeien? Jezus, Piet, wat ben je nou weer somber? Je doet niet eng hoor. Nou,
Ik ga nu even iets te eten klaarmaken en dan kom ik zo gezellig bij je zitten. Wat wil je hebben? Ik hoef niks te eten. Oh ja hoor, jij eet wel. Ik maak iets heel lekkers. Ik heb heerlijke lappen. Wat is dit voor een ding? Televisie. Dat zie ik ook, ja. Hoe komt dat ding dan? Die hebben ze gebracht vanmiddag. Heb jij dat krank besteld, Piet? Ja. Jij weet toch dat ik geen televisie in mijn huis wil hebben? Ja, dat weet ik. Waarom staat er dan toch zo'n ding? Omdat ik televisie wil kijken. Piet, je weet niet wat je zegt. Heb je wel eens gezien wat ze op die televisie vertonen? Ja, hele mooie toneelstukken. Scheidstukken zal je bedoelen, met scheidacteurs! En heb je wel eens gezien hoe ze dat opnemen? Allemaal halve hoofden, afgehakte armen, afgezaagde benen. Niet om aan te zien. Als je maar weet dat ik er niet naar ga zitten kijken. Mij best. Ik ga voortaan wel hier zitten. Hoef ik die troep de mensen niet te zien. Als je maar niet voor mijn beeld gaat zitten. Gezellig hoor. Kan ik voortaan 4 avonden in de week stommetje zitten spelen omdat meneer zo nodig naar dat kassie moet zitten loeren. Nou, dan kan ik net zo goed weer gaan werken. Waar dan? Wat bedoel je? Waar wil je dan gaan werken? Je theater is verkocht. Godverdomme. Wat een rot opmerking is dat, zeg. Is het mijn schuld soms? Kan ik het helpen? Heb ik me niet altijd rap gewerkt voor dat carrière-theater? Dat theater deugde niet, dat heb ik je meteen gezegd. Dat theater bracht ongeluk. Ik heb het je voorspeld. Nou, dan is het nou goed dat we het kwijt zijn. Piet, die televisie gaat de deur uit. Goed begrepen. Je belt me met die mensen van die zaak. Dus ze vandaag nog wegkomen halen. Ik pijns er niet over. Dan bel ik wel vooruit. Hoe heet die zaak? Dat gaat je niet aan. Gaat er dat niet aan? Vind, dat toestel is betaald. Je hoeft er niet op te rekenen dat ze die televisie terugnemen. Dat toestel blijft hier in huis. Geen sprake van, die televisie gaat de deur uit. Als die mensen dat kring niet wegkomen halen, dan zorg ik wel dat het wegkomt. Fien, laat staan dat ding. Ik donder het netseliefde de trap af. Blijf met je poten er vanaf. Ja. Dat moet je eens proberen. Durf mij eens te slaan, vuile klootzak. Ik kan je halen? Ja. Jij bent helemaal niet meer de sterkste. Verdomme Piet, hoe moet het nou? Je kan mij helemaal niet meer op een donder geven. Nee. Nee, dat lukt niet meer. Nou, maar dat hoeft ook niet meer hoor. Jij hoeft Fientje niet meer op de donder te geven, hoor. Fientje zal voortaan alleen maar heel lief voor je zijn. Kom, ga goed zitten. Zo, deken. Wacht, kusje in je rug. Zo. Zit je zo goed? Ja. Ja, Fien. Zo zie je er opeens een stuk beter uit, weet je dat? Helemaal niet zo ziekelijk en zo slap. Zoals je er al uitziet. Lijkt je precies zo groot en sterk als je altijd geweest bent. Je bent een man met harde handen. En die heb ik vaak gevoeld. Je bent een man die met zijn handen onderstreept wat hij bedoelt. Je nam me dikwijls onder handen, dan genoot ik onverwacht van je spieren die zich spanden, van je woede en je kracht. Je bent een man die met zijn knuisten zoveel dingen heeft gedaan, zoals voor mij het enig juiste. Dat erop zat, vind je slaan. Geef mij je hand, Piet. Piet, geef me je hand. Geef mij.
bent een vrouw met zachte handen. Ik heb nooit begrepen, Fien, dat jij ook slaan kon met die handen. Al heb ik dat vaak gezien. Je bent een vrouw met zachte handen. En je zegt met één gebaar meer dan ik met allerhande grote woorden bij elkaar. Ik voel, ik zal niet lang meer leven. Nog een jaar, een maand, wie weet. Alleen jouw handen maken even, even dat ik dat vergeet. Geef me je hand. Ze zijn koud en bijna dood. Je bent een man met harde handen. Fien, ze liggen in mijn schoot. Ik heb zo weinig meer om handen. En ik ben je maar tot last. Piet, ik hou zo van je handen. Laat ze los. Ik hou ze vast. Het zijn uw krachteloze klauwen. Bleek en zwak, berond, berond. Ze lijken kleiner dan de jouwe. Maar ze passen meer dan ooit. Geef me je hand, Piet. Fien, geef me je hand. Geef me je hand, Fien. Piet, geef me je hand. Zo vreselijk om te zien hoe zo'n grote, sterke man ineens schrompelde tot een klein, zwak mannetje. En toen Piet dood was, was ik zo in de war. Ik was helemaal alleen. Jawel. In het begin kwamen er nog wel vrienden. Maar ik was onmogelijk in die tijd. Nog erger dan nu. Dus na een tijdje bleef vast iedereen weg. Ja. Toen heb ik die poging gedaan, ja. Op een avond heb ik mijn polsen doorgesneden. Maar ze hebben me gevonden. Jammer. Het was beter geweest als het gelukt was. Nee, het mag niet, hè? Jezelf van kant maken. Dus voor straf hebben ze me toen opgesloten in die inrichting. Merenberg, Zandpoort. Nou, je begrijpt, ik voelde me daar onmiddellijk thuis. Ik zat dan midden tussen de beroemde mensen. Julius Caesar was daar. En Jeanne d'Arc. En Napoleon, die was er ook. Nee, niet mijn vader. Die heeft ook in zo'n inrichting gezeten, maar dat was in Den Dolder. Die is daar ook gestorven. Dat kwam door de drank. Dat zit in onze familie. Mijn moeder is ook door de drank gestorven. Die is in de oorlog dronken van de trap gedonderd. Nou, daar kreeg ik in Merenberg de kans niet voor, hoor. Je kreeg er geen druppel. Omdat ze dachten dat ik gek was. Dat dacht mijn bezoek ook. Die kwamen binnen, die zeiden dan, dag, Fien. Dag, Fientje. Weet jij nog wel wie ik ben? Nou, dan deed ik maar of ik echt gek was. Ja, hoor. Ze kregen waar voor hun geld. Daar ben je tenslotte actrice voor. En ze dachten ook dat ik gevaarlijk was. Ze hadden aan het voetenend van mijn bed een belletje gemaakt en daar mocht mijn bezoek op drukken, voor als ik gevaarlijk werd. Nou, je begrijpt, die kans heb ik me niet laten ontgaan. Oh, het was dan vreselijk.
Ik wou maar één ding. Dood. Als er iemand bij me op bezoek kwam, dan vroeg ik... Heb je vergif bij je? Nee, dan kun je gaan. Ik weet het niet meer. Maar het duurde wel heel lang. Maar op een gegeven moment hebben ze me dan toch ontslagen. Weer losgelaten op de mensen. Oh nee, oh jongen. Ik heb er niks aan overgehouden, alleen die lamme hand. Ach, en toen ben ik maar gaan zuipen. Elke avond naar de kroeg. Nee, niet naar Schiller. Naar de kring, want die was de hele nacht open. Nou, toen heb ik mijn schade ingehaald, hoor. Ik heb daar gezopen. Elke nacht werd ik lam thuis gebracht. Leuk. Nee, leuk was het niet. Maar ik was tenminste onder gewone mensen. Hebben jullie Vonnie gezien? Nee, niet gezien. Jij? Ik zou vanavond na de voorstelling naar de kring gaan. Ik moet er hebben. Ze is hier wel geweest, maar ze is alweer een paar uur weg. Verdomme, ze zou een kaartje voor me neerleggen bij de Schouwburg. Maar die trut is het natuurlijk weer vergeten. Moet je nou betalen? Zie je mij vooraan? Een kaartje kopen voor zo'n flutstukje van een Nederlandse komedie? Die mensen zijn zwaar gesubsidieerd. Dan weet ik wel wat beter voor mijn geld. Ja, drank bestellen bijvoorbeeld, hè. Ja, bijvoorbeeld. Wat willen jullie hebben? Hetzelfde? Ja. Leen, mag ik voor hier hetzelfde en voor mij een cola dik? Ja. Oh ja, en doe er maar 3 porties kaas bij, Leen. Voor mij niks, Leen. Ik ga naar huis. Ga je nou al weg? Ja, ik heb morgen repetitie. Zijn jullie al begonnen? Al een week. Waar zijn jullie mee bezig? Getemde fakes. Oh, dat wordt niks. Hoe kan je dat nou zeggen, man? Je hebt nog niet eens wat gezien. Dat hoef ik niet te zien, dat weet ik zo wel. Een Shakespeare-stuk in Nederland, dat wordt niks. Nederlanders kunnen geen Shakespeare spelen. Oh, god, daar heb jij hem niet. Ze zijn er te bot voor en ze kunnen niet spreken. Ik ben zelf van de zomer in Engeland geweest. Waar? In Stratford. Waar? Stratford. Zoals die Engelsen acteren, dan pas die jongen Shakespeare moet spelen. Dat leren ze in Nederland nooit. Wat heb je gezien? Richard II, Richard III en Taming of the Shrew, ofwel de getemde feest. Hoe was die getemde feest? Ja, fantastisch, werkelijk groot. Die vrouw die Katharina speelde, wie hè? Was die... dat? Wat? Die Katharina speelde, wie was dat? Ja, ik kan nou even niet op de naam komen. Ja. Maar die vrouw die was werkelijk groot en zo'n vrouw hebben we in Nederland niet. Nou, zullen we nou krijgen zeggen? Ook? Ik heb eens een voorstelling gezien van de feest zonder van dansen. Dat was voor de oorlog of net in de oorlog. En daar werd de rol van Katharina gespeeld door Finda Lamar. Finda Lamar was een cabaretier. Ja, dat klopt. Maar ze heeft ook veel toneel gespeeld. Oh ja? Nou, die rol van Finda zal ik mijn leven niet vergeten. Dat was een vuurwerk en met een venijn. Echte feeks. Die rol was nou werkelijk op de lijf geschreven. Ik wist niet dat Finda Lamar ook toneel had gespeeld. Ja, die vrouw kon van alles. Toneel, cabaret, revue, film. Hebben jullie er nooit zien optreden? Nee, nooit. Ja, ik een keertje. Maar toen was ik net 10. Zo jammer dat ze niet meer optreden. Maar ja, dat kan niet meer. Nee, want ze is nou al een paar jaar dood, hè? Nee, dood. Kom je daar nou bij? Ze is helemaal niet dood. Ik heb het toch zeker zelf gelezen. Ze was aan het gras gaan liggen. Ze heeft de volgen doorgesneden. Maar ze is op tijd gevonden. Ja, en ze zit nou in Zandvoort en ze schijnt knettergek te zijn. Kom je daar nou bij? Een collega van me is er een keertje op gaan zoeken. Hè? Die wist niet hoe gauw die weer weg moest komen. Er is geen woord meer mee te wisselen. Alleen maar gillen, schreeuwen, gekke gezichten trekken. Zielig hoor. Ah, wel nee, dat zijn allemaal verhalen. Ze is al maanden geleden uit die inrichting ontslagen. Nee hoor, ik heb gehoord dat ze er nooit meer uitkomt. Ach, let's toch niet. Ze woont al lang weer thuis in Amsterdam. Hoe weet u dat nou? Omdat ik haar gisteren nog gesproken heb. Waar? Hier, op de kring. Hier? Op de kring? Ja. Ik heb er zelfs nog in een taxi rol op. Was dat niet die vrouw die gisteravond de hele avond ruzie heeft staan maken met hoe heet die ook alweer? Met die oude schilder? Precies. Ze is nog met hem op de vuist gegaan. Ik heb nooit geweten dat dat Finda Lamar was. Wie is dat dan? Dat was die vrouw die gisteravond de trap af werd gedragen omdat ze niet meer kon lopen van de drank. Oh, die! Ja. Oh ja, maar die ken ik wel. Is dat nou Finda Lamar? Het is toch tragisch. Die vrouw is zo populair geweest dat ze nooit alleen over straat kon lopen. En nou, hij kent geen mensen meer. Tja, maar zo gaan die dingen, hè. Aannemen. Ja, dank je, Leen. Dat is toch het grote drama van ons vak. Zo sta je aan de top en zo ben je vergeten. Fien is nou al vergeten. Vergeten, ik vergeten, wie zei er daar? Vergeten, zeg op, ben ik vergeten? Nee, Fien. Zeg op, ben ik versleten? Nee, Fien. Ben jij, heb ik tevreden? Nee, Fien. Ja, Fien. Huicheltroep! Ze is...
is weer lastig. Het is weer mis, mijn vriend. Vrienden weten allemaal wat voor een rasartiest je bent. Ach vriend, natuurlijk kom je terug, wat dacht je dan met jouw talent? Ja vriend, jouw kansen zullen keren, morgenochtend al misschien. Nog een borrel, nog één borrel voor vriend. Dames en heren, kijk eens buiten. Het wordt licht, we gaan eens sluiten. Fien, ik zorg wel dat je thuis komt. Kijk, ik heb je jas gepakt. Elke keer als ik die zak zie, frommelt hij mee in een taxi. Zeg maar liever dat je werk hebt, geef me liever een contract. Ik heb zoveel gedaan, toneel gedaan, bij de revue gezeten. Ik heb jaren aan de top gestaan. Fien, dat zal ik nooit vergeten. Vergeten, wat vergeten, daar was het weer. Vergeten, dacht jij dat ik niks hoorde? Nee, Fien. Let voortaan op je woorden. Ja, Fien. Ik kan je wel vermoorden. Ja, Fien. Nee, Fien. Amateur! Ja, 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 schrijven. Ja, 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 pak een Fien. Kom nou, dat zijn toch geen praktijken. Fien, hou op, wat wil je nou bereiken? Hou je adem in en tel tot 10. Nog een borrel, nog één borrel voor Fien. Dames en heren en gewonden, hoogste tijd, de laatste ronde. Kom nou, Fien. Verdomde lafaard, sla me dan verwaande drol. Breng me anders wat te drinken. Piet en Jan, dat waren binken. Maar jij bent de bange scheiders. Waarom geef je me geen rol? Het gaat niet goed meer met die groep van mij. Ja, dat zal ik niet weten. Er is geen geld, Fien, voor een ster als jij. Dus dat plan kun je vergeten. Vergeten, ja, vergeten. Verguist, vergaast, vergeten. Gebruikt en afgeschreven. Nee. Voor eeuwig opgegeven. Nee. En niks om voor te leven. Ja, nee. Zie je wel. Ik ga naar bed toe en wel de rustig. Kom maar nou, dat gaat wel op, dat kun je toch niet leven. Niet mee bemoeien, schijnt toch uit, is moesjes wel een dikke haak. De vriend om mee, die zou in onze stad niet zijn, maar dan geen vriend. Nog een borrel? Nee, geen borrel meer voor vriend. Hallo, wilt u de glazen legen en wilt u gaan? Ik moet nog vegen. Vriend, kom mee, hij wil gaan schrobben. Dadelijk lig je in het zon. Nee, nou lig ik waar ik thuis hoor. En ik hoef niet meer naar huis hoor. Laat me maar liggen. Kom alleen, veeg me maar op. Geef mij een pilsje leen, neem ook wat leen. Ze moet het zelf maar weten. Wil jij soms ook wat vinden? Kom op, nog één. Fien, vergeven en vergeten. Vergeten. Ik moet vergeten. De hele boel. Vergeten. De zaal. De tonelen. Ja, Fien. Me thuis zit te vervelen. Ja, Fien. En nooit, nooit meer spelen. Nee, Fien. Ja, Fien. Het is goed hoor. Nog een borrel. Nog een borrel voor Fien. En toen opeens kreeg ik die aanbieding van het toneelgezelschap. Daar mocht ik mijn comeback maken. Op een ochtend kreeg ik een telefoontje of ik een rol wilde spelen in een toneelstuk. Ik dacht, nou, zeker een rol die niemand wil spelen. Maar nee hoor, het viel mee.
Het was een aardige rol. En het werd nog goed betaald ook. Het was in het begin wel even wennen, want ik moest opeens elke morgen vroeg mijn bed uit voor de repetities. Maar ik was er, hoor. Elke morgen stipt op tijd. Ja, hoor. Ze hadden geen kind aan me in die repetitietijd. Ik gedroeg me voorbeeldig. Ah. Dag, mevrouw Lambert. Zijn wij de eerste? Ja, ik geloof het wel, ja. Het is al 10 uur geweest? Ja, ik dacht van wel. Waarom is er dan nog niemand? Nou, ze zullen zo wel komen, denk ik. Er was gisteren een première. Goedemorgen. Hallo. Dag, Fien. Jij lekker vroeg. Ach ja, Hans. Ik dacht, ik zal elke repetitiedag maar precies op tijd komen. Je maakt tenslotte maar 1 keer in je leven je comeback. Ja, sorry hoor. We zijn allemaal een beetje laat omdat we gisteren een première hebben gehad. Jongens. Hallo. Hallo. Hé, hey, zou het even wat stiller kunnen? Bedankt. Zie je er tegenop, Fien? Tegen je comeback? Je hebt tenslotte zo lang niet gespeeld. Ach, Hans. Acteren verleer je niet, hoor. Het is net zwemmen. Heb je al eens eerder zo'n rol gehad? Nee, dit is mijn eerste moederrol. En dat is nog laat voor mijn leeftijd, hè? Vertel eens even, Hans. Wat gaan we doen vanmorgen? We beginnen met de eerste scène. Jongens, we beginnen met de eerste scène. Alweer die eerste scène? We doen al 2 weken lang niks anders dan die eerste scène. Ja, sorry, hoor, Fien. Maar die eerste scène is ook de lastigste scène. Die is psychologisch zo gecompliceerd. Daar wordt de hele basis gelegd voor het latere conflict tussen die moeder en die zoon. Goed hoor, jongen. Maar ik heb nou wel eens trek in dat conflict. Fien, je krijgt je kans. Heus. Jongens, de eerste scène. Kom. Kunnen wij dan nog even weg? Nee, geen sprake van, want ik heb die hele scène nogal omgegooid. Fien, ga je gang. Wat? Werk je zonder script? Ja, ik kan die scène nou wel dromen. Ga je gang. Nee, melkman. Ik heb vandaag weer niks nodig. Ach, wat gebruik je nou, hè? Als vrouw alleen. Ja, Ronald zit nog steeds op college. Oh ja, die bevalt het daar prima. Die jongen is echt gek op studeren. Nee, kom maandag maar weer. Ja, een prettige dag. Oh, Fien, sorry hoor. Een fout van het decorafolier. Dat klapraam, dat is een schuifraam geworden. Wat denk je? Zou je dat aankunnen? Ik kan het natuurlijk veranderen. Hoeft niet hoor. Geef mij maar een schuifraam. Dank je, Fien, dank je. Nog even je laatste tekst graag. Met het schuifraam. Ja? Ga je gang. Nee, kom maandag maar weer. Ja, een prettige dag. Zo, en dan zou dus eigenlijk mijn zoon de kamer binnen moeten stappen. Maar die arme schat, die durft natuurlijk niet. Die staat nu achter de deur de basis te leggen voor dat conflict met zijn moeder. Jan-Willem, kom nou toe, je moet op. Ja, wacht even, ik kan mijn script niet vinden. Nou, dan doe je toch zonder script, Jan. Ik zeg het je wel voor, hoor. Je eerste tekst is dag, maar... Oh, nee, wacht. Ik heb mijn script dan. Hans. Ik heb nogal problemen met mijn opkomst. Wat is er nou mee? Ik kan die deur niet open krijgen. Nou, dan maken we daar een schuifdeur van. Dat kan toch, hè? Ja, stil eens, Fien. Wat is precies je probleem, Jan-Willem? Nou, kijk. Aan de ene kant heeft de jongen een erotisch verlangen om zijn moeder terug te zien. Ja? Mm-hmm. Ja. Ja, ja. Maar aan de andere kant is hij gefrustreerd omdat hij haar teleurstelt in haar verwachtingspatroon. Ja? Ja, dat is het. Welk gevoel is nou primair en welk gevoel is secundair? Ik weet niet wat ik moet kiezen. Ik zou me voor het erotisch verlangen kiezen. Dat is voor mij ook welke. Nee, ik voel meer voor die andere benadering. Houd het maar op die frustratie, Jan-Willem. Ik hoop dat het lukt. Vast wel hoor, Jan. Zal ik het raam nog maar eens dicht schuiven? Graag, Fien.
Dag, ma. Waarom zegt ze dat nou? Ik dacht dat jij die tekst kwijt was. Nee, ik was aan het spelen. Ik moet u toch eerst nog zien? Je staat me nou een halve minuut aan te gaan. Heb je me dan nog niet gezien? Ik zal morgen wel een nieuw brilletje voor je kopen. Gun hem nou even de tijd. Hij moet eerst de hele ruimte op zich in laten werken. En dan pas ziet hij jou. Jan Willem. Sla die deur maar even over. Dag. Ma! Je hoeft dat ma niet zo te schreeuwen. De mensen zien zo dat ik je vader niet ben. Hans, daar zit ik ook zo mee met mijn rol. Ik weet niet wie mijn vader is. Ach jongens, kan er misschien iemand even voor vader spelen? Ik heb het stuk nou 3 keer doorgelezen, maar nergens staat een aanwijzing over mijn vader. Ja, dat is mij ook al opgevallen. Dat is een fout van de schrijver. Ja, waarom is er eigenlijk geen vader? Ja, misschien was er wel geen geld voor? Ik denk dat de bedoeling van de schrijver is dat we dat zelf invullen. Oh, nou eens even kijken. Wie was de vader? Het kan natuurlijk die Melvoer geweest zijn, want die man die komt tenslotte elke dag langs. Wat is dat nou voor kluchtopvatting? Hoe kan je nou een rol opzetten als je niet eens weet door wie je verwekt bent? Nou, zal ik het je dan wel bekennen, jongen? Dat was een onbevlekte ontvangenis. Verdomd, Fien, je hebt gelijk. Dat is de sleutel. Dat ik dat nou niet eerder gezien heb. Die Ronald, die zoon, die staat model. Voor de Christusfiguur. Dat hele stuk is nu opeens glashelder voor me. Jongens, kom, we gaan nu even koffie drinken. En dan praten we deze hele nieuwe opvatting met elkaar door. En na de koffie, dan komen we tot een hele nieuwe omzet. En dan gooien we de hele boel om. Kijk, dit is een moderne auto. Mevrouw Lamma, gaat u geen koffie drinken? Nee, ik niet. Ik denk dat ik nog maar een poosje mijn tekst ga zitten lezen. Als je opeens de rol van moeder Maria moet spelen, moet je daar wel op voorbereiden. Wat is dit voor een gedoe, hè? Gaat het tegenwoordig altijd zo toe bij het toneel? Ach, dat psychologiseren, dat is wel in de mode. Wat een gedoe, zeg. Ik heb veel gekken meegemaakt in mijn leven. Ze hebben me zelfs een poosje opgesloten tussen de gekken, maar dit slaat werkelijk alles. Dat noemt zich toneelspeler. Ha! Die mensen begrijpen hun eigen rol niet eens. Dat zat maar te roepen van, ik weet niet wie mijn vader is. En ik weet niet wie ik ben. Nee, ze weten niet wat toneelspelen is. Ze hebben me toen ontslagen bij het gezelschap. Ach, ik had ruzie gemaakt. En ik was nogal grof geweest tegen een paar collega's. Nou, ik heb mijn leven lang nooit anders gedaan. Maar nou mocht het opeens niet meer. Ach, het is allemaal zo veranderd. Ik pas daar niet meer tussen. Ik hoor daar niet meer bij dat moderne toneel. Het toneel is uitgekeken op Fien. En Fien is uitgekeken op het toneel. O, jawel. Ik heb het wel leuk gevonden. Soms. Vaak ook heel vervelend. Maar soms ook wel leuk. En ik heb toch veel succes gehad. Ook wel flops. Maar dat was vaak mijn eigen schuld. Dan had ik weer eens geen zin. Ik heb er eigenlijk nooit zo erg mijn best voor hoeven doen. Maar het is nou zo'n andere tijd. Ze kunnen me niet meer gebruiken. Ja, hoogstens als museumstuk. En dat hoeft nou ook weer niet meer voor mij. Nee hoor, het is wel goed zo. Het stuk is uit, het doek mag dicht. Het is al laat, hè? Wat geloof ik al licht. Er komt weer een dag aan. Wou je nog gaan slapen? Want zeker wel moe. Nee, ik heb geen slaap.
Maar ik ben wel moe. Moe van alles. Nee. Laat maar. Ga jij maar slapen. Ik red me wel. Dat is goed. Goed, bel jij mij morgen maar. Of nee? Bel me maar niet. Bel me maar niet, want misschien ben ik er niet. Misschien ga ik nog weg. Ja, ik denk dat ik wegga. Weet ik niet. Ergens heen. Zomaar. Het is tenslotte Pasen. Dank je. Wel te rusten. Om ons, het was ons angst, omdat de som van wanhoop en verdriet. En angst, het was om alles anders niet. Probeer maar niet te raden naar de feiten. Ik zal niemand overladen met verwijten. Wees gelukkig, pak een glas. En weet wat ik gedaan heb. Was om alles, breng zonder al die vragen naar mijn graf. Als ik om alles zeg, dan ben ik er van af. Ik geef geen stille wenken of terzijde, zodat niemand hoeft te denken, het was om mij dus. Schud het stof maar van jou en weet wat ik gedaan heb. Vergeet wat ik gedaan heb.